We komen overal vandaan. We komen uit 11 steden. We hadden net een gemengde band. Dat is altijd heel lastig. En moesten ze extra oefenen. En afgelopen woensdag zei ik opeens, nee, een ander lied. Ja, maar ze hebben genade voor mij natuurlijk. Ja, ach, die arme schattenbouten. Waren ze allemaal druk bezig. Hebben jullie gezien? Achterin hebben wij een hele mooie nieuwe poster, uiteraard van de zee. Want we leven hier vlakbij de zee, hè? Maar we hebben een hele mooie poster van de zee. Kan je foto's maken? Daar kan je ook foto's maken. Die zijn nog veel mooier, want die zijn scherp. Jij moet maar afwachten daar. Maar er is daar een band. Een vrouwenband. En die vrouwenband is per ongeluk samengesteld alleen maar vanuit Michelles. Michelle bent. Grappig, hè? Ja. Dus straks eventjes lekker luisteren. En ze allemaal eventjes heerlijk enthousiast maken. We hebben een mooie tafel, hè? Ik wilde niet meer zo'n pulpit. Vond ik ouderwets. Ik heb 5 jaar gesmeekt. Mag ik niet zo'n tafel? Nou, zei Erald, waarom nou, mijn lieve man? Hij luistert, dus ik moet uitkijken wat ik zeg. En ik zeg, ik wil zo'n tafel. Ik zeg, weet je wat? Met de vrouwenconferentie. Ik koop hem van de opbrengst van niet alleen de kleding, niet alleen de dingetjes, maar met elkaar doen we het toch wel. En dus het is voor het goede doel ook een tafel, niet alleen de tafel. Dan weet je dat eventjes. Dus je moet een beetje zeggen van, oh, wat een mooie tafel. Oh, wat een mooie tafel. En je mag niet zeggen, oh, wat een mooie man. Dat is mijn man. Afblijven. Ja, ja, ja. Want dat is natuurlijk zo. Veel vrouwen. En dat weet je maar nooit natuurlijk, hè. Ja. Hey, nee hoor. We zijn bijna 32 jaar gelukkig getrouwd. En dat bedoel ik niet van gelukkig, we hebben het volgehouden, maar gewoon gelukkig getrouwd, hè? Dus een klein verschil, klein verschilletje. Hey, lieve mensen, goed om hier bij elkaar te zijn. Ik ga gauw eventjes door. We hebben een mooi thema. Waarom going deep? Ik geloof het is heel makkelijk om te horen van, oh, God houdt van je en je bent mooi. Dan kijken mensen soms een beetje hemels. Oh, je bent zo lief. En oh, jij bent zo kostbaar en uniek. Oké, dat weten we nu. Ik heb het nu even daarover gehad. Dat weten we. Maar kan God ook de moeilijke dingen zeggen? De dingen die jij misschien... Ja. Dus daarom going deep. Om wat even vanuit een andere hoek. Maar dingen die uiteindelijk ons opbouwen en geloof geven. Ja? Ja? Ja, oké. Okay. Punt 1. Ik hoop dat je... En als je geen notebook hebt, dan ga je straks met een rotgang daarheen. Want we hebben nieuwe notebooks, maar die laat straks de Bita wel zien. Of iemand anders. Ik weet het allemaal niet meer. Hé, hey, eventjes gauw. Punt 1. Als je in je volle potentie, in je volle kracht wil wandelen, zul je ook moeten leren strijden. Dingen komen niet vanzelf. Vrouwenconferentie komt niet vanzelf. En we moesten echt afgelopen 10 dagen door dingen heen. Tenminste, ik moest door dingen heen. En vanmorgen was ik zelfs niet eens op tijd bij de start, de opening vanmorgen. Maar dat maakt niet uit, ik ben hier wel. En ik ga niet vertellen wat er vannacht allemaal gebeurde. Maar ik dacht eerst even dat ik lekkage had vannacht. Maar dat is een ander verhaal. Ik had een kop met water omgegooid en het dreef allemaal. Ik moest naar het toilet. Ik denk, ik sta met mijn voet in het water. Wat is dat nou? Een hele plas water. Dus ik denk, waar komt dat dan vandaan? Nou, we hebben een nieuw huis. Mooi huis, maar normaal hoort daar geen water in de slaapkamer. Dus, hey, en mijn eerste punt is, als je in de volle potentie wil komen, reken af met je geheime frustraties. Je geheime dingetjes in je denken. Oh, Heer, als u mij een makkelijkere zoon of dochter gegeven had, dan was het leven toch veel makkelijker. Oh, Heer, mijn moeder. Oh, waarom altijd die controle van mijn moeder? Ik weet niet of Lydia hier in de zaal zit. Lydia heeft dat nog nooit gedacht. Maar je geheime frustraties. Missie van dat je denkt, oh, mijn partner, die zou ik wel achter het behang willen plakken. Ik weet dat jullie dat nooit denken, ik denk het ook nooit. Nooit, nooit gedacht. 32 jaar bijna, nooit gedacht. Gelukkig, Erald helemaal blij nu. Je geheime frustraties mogen je leven niet verzuren. En dat is een hele belangrijke. En Paulus, die had een doorn in het vlees. En je kan gaan bidden, soms tegen Heer, haal dat weg. Haal die moeilijke tante uit mijn familie. Maar dat gaat niet. Dat gaat niet, echt niet. En je werk of zo, weet je wel. Net die collega, waarom heb ik die nou op mijn werk, weet je wel. Je kan soms bidden dat, maar
En je gaat niet eens tegen een ander zeggen. Want ja, nee, stel je voor dat je dat zegt, weet je wel. Maar soms heb je je frustraties geheim. Je hoeft ze niet aan mij te vertellen, maar God weet het. Ga het dan gewoon tegen de Heer zeggen en ook zeggen van... Heer, ik laat het los bij u. En ga gewoon er ook gewoon lekker om danken dat je het hebt. Want weet je, soms denk je... Heer, ik ben eerlijk en ik doe zo uw best. En misschien doe je wel dat je het hardste werkt op je werk. En misschien doe je dat ook wel in de kerk. Maar ze zien je niet. En je wordt eigenlijk overgeslagen. Niet begrepen, niet gezien, niet gehoord... Jouw grote frustratie. Nou, de kerk is nooit je grote frustratie, maar misschien net die ene persoon. Hey, weet je, je vindt niet eerlijk. Ja, heer, maar ik doe dat wel en de ander. En ik vind niet eerlijk. Nu ben ik toch ziek. Of nu heb ik toch dat mijn huwelijk niet helemaal loopt. Of nu heb ik toch dat op mijn werk. Weet je, we hadden ons huis. 8 maanden, 2 huizen. En ik zei, heer, ik vind dat niet eerlijk. Ja, maar er zijn meer dingen niet eerlijk. Toch? Moet je er doorheen? Ja, ja, eindgoed is al goed, maar we dachten even, waar gaat dat heen? Weet je, er zijn zo heel veel dingetjes. En maak een keus. Ga niet klagen. Heb geen excuses. Focus niet op je frustratie. Helpt dat? Ja, dat ding, die frustratie wordt steeds groter. Niet op focussen. Mensen die dicht bij mij zijn, nou, met zo'n ding met de conferentie. Er is één persoon waar ik gewoon mijn dingetjes zeg. Oh, dit nog, dat nog. Heb je hier aan gedacht, dat. Nou, Natanja kan er tegen. En aan het eind van de middag lach ik gewoon weer tegen. Dat is helemaal goed. Er moet iemand zijn die de dingetjes hoort. Ligt niet aan haar, maar ze mag het wel horen. Weet je wel. Laat je vreugde nooit wegroven. En er is een tegengif, er is een antwoord. Blijf gewoon afhankelijk van hem. Heer, als u er maar bent. Wij hadden net een nieuw lied. Geschreven hier in Den Haag. Het was het Nederlandse lied van dat God bij je is. Lieve mensen, we hadden een nieuw lied. Mooi, ik was er zo blij mee. Jullie dachten, ik ken dat lied niet. Klopt. Ja, geen Hillsong-lied, nee. Maar we hebben een nieuw lied geschreven. Mooi, hè? Oh, ja. Dus we wilden dat eventjes hier zingen. En weet je, blijf. Al heb je je geheime frustratie. Blijf anderen helpen. Blijf ook die persoon die misschien jouw grootste frustratie is. Blijf hem of haar helpen. Ja, mensen zijn zo gauw aan het wegvluchten, hier niet. Maar wij blijven, en de Belgen ook niet. Maar de rest allemaal wel natuurlijk. Nee, wij blijven, Berlijn, dat is een ander verhaal. Maar blijf anderen helpen. Enjoy life. Gewoon blijf van het leven genieten. Tweede punt, God haalt niet het probleem bij je weg. Denk eens even aan die 38-jarige man die bedlegerig was. Oh, lieve mensen. 38 jaar, we gaan hem niet lezen, je kent het wel. Maar het hele stuk is van Johannes 5. Hij ligt daar 38 jaar, hij ligt daar niet 8 dagen of zo. Hij ligt daar en dan ben je echt chagrijnig. Als er iemand gefrustreerd is, dan zeg je, ga dat stukje even heel snel lezen. Ja, maar weet je, op het moment dat de Heer Jezus hem aanraakt, wat heel apart is, is dan dat de Heer Jezus niet zegt, ren weg van je bed. De Heer Jezus zegt, pak dat rotte bed op waar jij 38 jaar op lag en neem hem mee. Soms willen wij het probleem wegbidden. Maar de Heer zegt, dat probleem wordt niet weg. Dat probleem wordt jouw getuigenis. Pak jouw bed op en jij zal dat rotbed mee moeten nemen waar je 38 jaar op gelegen hebt. Jij haat dat bed, jij wil dat bed niet, dat bed het stinkt. Maar jij loopt ermee rond. Maar omdat jij daarmee rondloopt, is het een getuigenis voor de anderen. En iedereen zegt, waarom lig jij niet op het bed? Jij zegt, ik laat het bed zien. Hier is mijn bed. Ik loop blij met dit bed, want het is mijn getuigenis. Jezus Christus heeft mij aangeraakt, heeft mij bevrijd, heeft mij gered. Lieve mensen, toppie. God haalt niet de moeilijke dingen soms weg. Soms zegt de Heer, pak dat moeilijke ding en mee rondlopen. Ja? Moet je niet boos worden op mij? Staat in de Bijbel. Ja. Ja, het is een getuigenis. Hey, wat nog meer was. God haalt niet het probleem bij je weg, hè? Hij zegt wel, mijn kracht is genoeg, Mozes. Je hebt wat je nodig hebt. Oh, Mozes zei, oh, ik moet naar die farao. Oh, ik vind het zo moeilijk. En dit, en wat moet ik zeggen? En ik hakkel en ik stakkel en ik kan niks zeggen. Lieve mensen. Oh, trouwens, zo leuk, die Belg. Onze Belg. Even applaus voor alle Belgen die gekomen zijn. Wow! CLC, Belgisch Limburg, ja.
Oh, lieve mensen. En als je weet, 2 jaar geleden was Christa, de voorgangersvrouw uit België. Die was ook onderweg hier naar de vrouwenconferentie en die bleef steken. Want ze moest naar het ziekenhuis. Ja, echt waar. Gebeurt wat, hè, onderweg als je soms naar een vrouwending toe moet. Ja, ja. Maar nou is het er met allemaal vrouwen erbij. En wat leuk is. Maar die zei, we zijn een paar weken geleden bij elkaar geweest. En toen zegt ze, zo lief. Toen zegt ze, waar is mijn valieske? Waar is mijn valieske? Ik moet mijn valieske nog hebben. Ja, wij vonden het zo leuk. Dus we hebben een paar weken hier heel, heel melig, zeiden Tabitha en ik tegen elkaar, waar is jouw valieske? Ja, ja. En gewoon leuk, weet je wel. Hé, hey, maar tegen Mozes. Mozes was aan het hakkelen, stakkelen. Mozes die kon geen Fries. We hebben trouwens ook Fries in de zaal. Mozes die had helemaal geen zin in. En dan zegt de Heer, doorgaan Mozes. Mijn genade, mijn kracht. Mijn kracht is wat anders. Mijn kracht is je genoeg. Ik kom voor de Rode Zee. Maakt niet uit, Mozes. Ja, mijn Heer, mijn kracht is genoeg. Ik kan zo eventjes ploepen en alle water is weg. Soms moet je, Heer, u haalt niks weg. Heer, ik wil helemaal niet daarheen. Heer, ik wil niet naar die farao. Heer, ik heb helemaal geen zin om wat te zeggen. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Dan zegt de Heer, kopje dicht. Wijfies, stilte. Wijfies, luisteren. Wijfies, mondje dicht. En ga naar waar ik je heen wil hebben. En gewoon, mijn kracht is genoeg. Klaar. En wij willen het vaak van tevoren allemaal weten. Misschien een beetje controle. Maar daar hebben de Belgen geen last van. Maar wij hebben gewoon gezegd, jij hebt wat je nodig hebt, zegt de Heer. Ook gewoon, hou vrede. God haalt niet het probleem bij je weg. Hou vrede. Ook als jouw situatie niet verandert. Maar dan verander jij. Als jij in de vrede kan blijven. Soms ben je aan het bidden. En dan gebeurt er niks. En dat is naar. En we zitten soms in een proces, maar soms hebben we krachteloosheid. En soms is er te veel gebrokenheid en weet ik veel. En soms kon je er gewoon niet doorheen. Maar jij kan wel veranderen. Ja, ja, going deep. Jij kan veranderen. Als iemand nog zit te emmeren hier, dan zeg je gewoon, jij moet veranderen nu. Ja, mag je van mij zeggen, heeft Mathilde gezegd. Ja, laat het probleem geen afgod worden. Ja, oh, ik wil een partner. We hebben een paar mannen hier neergezet. Ik weet niet, je moet goed naar hun handen kijken of ze een trouwring om hebben. Maar er lopen een paar vrijgezellen rond. En die hebben een deootje op, haartjes gewassen, nieuwe sokken aan. Jawel, en jawel, echt waar. En ik heb gezegd van, ja, loop op je best, weet maar nooit. Maar laat het geen afgod worden. Heer, ik wil een man, dan ben ik pas gelukkig. Nee, laat het geen afgod worden. Ja, Heer, ik moet nu van mijn ziekte af. Ik heb last van mijn darmen. Heer, ik moet nu daar vanaf. Ik heb geen last van mijn darmen, maar als voorbeeld. Heer, ik moet daar nu vanaf. En dan zegt, soms wordt het een afgod. Dan denk je alleen maar daaraan. Maar het gaat niet om of jij en ik gezond zijn. Het gaat er niet om of wij, jij en ik de kracht van God hebben. Het gaat erom dat je met God bent. Dat je bij hem bent. En dat hij in jou is. Ja, en dat is zo belangrijk, weet je wel. Ja. En nog een ding, een vurige oven. Lieve mensen, het is normaal dat we vurige ovens tegenkomen. En dat we er soms ingegooid worden. Het wordt vurig om je heen. Je krijgt het heet, je snapt er niks van. Je vindt het niet fijn, net als in een woestijn. Je denkt, waar ben ik hier? Het is als een oven, een vurige oven. Soms heb je Goliaths, reuzen. Soms heb je Goliaths om je heen. En dan je denkt van, dit vind ik niet fijn. Die baas, die is net een Goliath. Hij wil alles verslaan. Het is mijn vijand. We hebben soms vijanden. Oh ja, nu pas wordt dat eten uit, dat lekkere ding uit. Wat is dat ding? Blauw-wit. Zo'n, ja, lekker voor jullie. Ja, ja. Soms heb je rode zeeën. Ja, leuk hè? Rode zeeën, lijkt wel een politieke partij. Rode zeeën, rode zeeën. En heb je dan dat je denkt van, hey, maar... Zonder Goliath was er geen troon. Zonder Goliath kwam David niet op de troon. In één klap, in één moment, werd David bekend in het hele land dat hij de vijand had verslagen. Jij en ik kunnen bekend worden voor het goede van Gods koninkrijk. In één moment, in één ding, omdat jij bidt, omdat jij hoopt, omdat ik geloof, omdat ik het denk, omdat Gods woord het zegt. Je kan in één keer een verandering brengen. Dus wees blij voor de rode zeeën, dat je denkt geen mogelijkheid, dat de Goliaths in je leven. Even één ding, ik ben nooit jouw Goliath, hè? Ik ben niet je vijand, ja? Ik ben je vriendinnetje. Hou we zo.
Vertrouw hem onvoorwaardelijk, weet je wel. Blijf dankbaar, ook als je gebed niet wordt beantwoord. Zeg gewoon tegen de Heer, niet mijn wil, maar uw wil. Ja. Doorsta de test, lachend. Niet zuur. Doorsta de test, lachend. Oh man, we hadden bijna dat we dachten, Heer, we komen in de schulden door die twee huizen. En wat eerst, oh, dat is mijn kleine paleisje, was dat rothuis. We hebben nou twee huizen, oh man, je werd ermee wakker. En je dacht, hoe moet het nou? Elke dag het geld tikte door. En dan denk je, en we hebben zo, en ik zei, Heer, ik vind het niet eerlijk. Een ander die koopt gewoon zijn huis, die wil een groter huis, die wil een mooier huis, die wil, dat mag van mij allemaal, hè. Maar ik zei, Heer, onze twee kinderen zijn het huis uit. En Heer, wij doen het zuiniger, omdat wij denken, hebben we straks een mooi pensioen. We zijn toch wijs, hè, daarom doen we dit. Heer, we hebben gebeden voor dit huis, we krijgen dit huis. Dat was al een heel gedoe om dat huis te krijgen. En u hebt het en is ons andere huis niet verkocht. Heer, wat vind ik dit niet eerlijk. Wat vind ik dit moeilijk. Wat vind ik dit lastig. Heer, dat is niet eerlijk. Soms hebben wij schulden. We hebben nooit schulden gehad, Heer. Opeens hebben we schulden. Kan je in de vrede blijven? Ereld, jij moet in de vrede blijven. Ereld, jij moet in de vrede blijven. Dat zei hij ook tegen mij. Ja. Ja. Dus zo. Blijf dankbaar, hè? En doorsta de test. Lach en zing. God gaat het doen. Heb geen bezorgd leven, maar heb een leven van passie, van vreugde en van zijn gunst. Derde dingetje. Ja. Dingen die jou proberen te stoppen om in je volle potentie te komen, hè? Er zijn dingen die jou proberen te stoppen. Weet je wel, er zijn mensen die misschien een beetje lelijk over jou praten. Hé, vind je ook niet? Ja, die kleding of dat wat ze zei of wat ze niet zei. Of ze had misschien helemaal niks moeten zeggen of alles moeten uitleggen, weet ik veel. Die jou in een slecht daglicht brengen. Misschien op je werk. In de kerk gebeurt dat nooit. Maar op Connect gebeurt dat ook nooit. Vind je ook niet die Connect-lijst? Ik wil eigenlijk naar een andere Connect-lijst toe. Liever vandaag dan morgen. Ja, ja, ja. Dus, mensen die laten, die een beetje, vind je ook niet een beetje dat ze zo en zo is, of dat hij zo en zo is? Ja, weet je, dingen die jou proberen te stoppen, waardoor jij niet meer in de volle zegen komt, hè, denk je. Maar dan moet je tegen kunnen. Dan moet je tegen kunnen, gewoon tegen kunnen. Er zijn altijd dingen die jou en mij proberen te ontmoedigen. Moet je tegen kunnen. En soms laat de Heer dat toe. Ik denk dat de Heer het altijd toelaat. Want dan moet je wel naar de Heer toe om te bidden. En dan denkt de Heer, hè, gelukkig. Ik vraag al even of je dit jaar even hier komt. Ja. Sommige dingen kan je zelf niet. Weet je? Jozef. Hij mocht andere mensen helpen. In de gevangenis, 13 jaar. Maar soms, hij had kunnen denken, oh Heer, wat erg. In het buitenland notabene. En zijn eigen familie wilde hem dood. Nou, gezellige familie. Heer, dat komt door u. U hebt mij die familie gegeven. Ik haat mijn familie. Dat had hij kunnen zeggen. Dat had hij kunnen zeggen. Ja, Heer, u hebt een vergissing gemaakt. Met zo'n familie word ik niet gelukkig. Geheime gedachtes misschien? Nee, natuurlijk niet. Nee. Weet je, dingen die moeilijk zijn. Maar Jozef zei, ik ga een zegen zijn voor de ander. Ik blijf dat zeggen. Misschien zeg ik dat volgend jaar weer. Ik blijf een zegen zijn voor de ander. Want dat is een kracht. Met God kan dat. Met God kan dat. Alleen kan je dat nooit. Komt uit je teen en dan kan dat toch niet. En dan is het een interessant ding. David, die moest vluchten. Voor zijn eigen koning, voor Saul. David moest vluchten. En ook een interessant ding. David vlucht. Maar David, die is bekend geworden, want hij heeft Goliath verslagen. En als David vlucht, de volgende ochtend zegt David, ik heb niks om mijzelf te beschermen tegen mijn vijanden. Is er een speer of zo hier in de buurt voor mij? En dan krijgt hij de speer die ooit zijn grootste vijand, de grootste vijand van Israël, Goliath,
had gebruikt. Die speer krijgt David om zijn vijanden te verslaan. Lieve mensen, en daarom staat je dit jaar hier ook. Dat wat jouw grootste vijand is, en als je die met God verslaat, dan krijg je zelfs de speer later gratis om daarmee andere vijanden, om andere mensen te helpen hun vijanden te verslaan. Dat is een diepe. Dat is een diepe. Denk niet, oh, die speer, oh, Goliath verslagen, afgelopen. Wat jij hebt overwonnen, zal jou verhogen, zal later gebruikt worden. Dat jij andere mensen kan helpen, hun angsten, hun problemen overwinnen. Nou, Jedidja en ik, we hebben nooit problemen, maar ik heb jou voor iets gevraagd. Wat was jouw probleem? Mijn probleem was echt een verkeerde leefstijl. En waardoor ik in een vicieuze cirkel kwam waar ik niet meer uit kon komen. En ik sta hier nu om te getuigen om, zoals we dat hier in de kerk noemen, een people story van going deeper, it makes me stronger. En dat is wat ik jullie wil vertellen. Je hebt twee keer. Ja. Twee jaar geleden kreeg ik voor de tweede keer een burn-out. Heel heftig. En ik kwam echt op een punt in mijn leven van no return. Ik wist het niet meer. Ik was lichamelijk, emotioneel, geestelijk helemaal compleet uitgeput. En we hadden een foto. Ja, doordat je op zo'n punt komt, ga je anders leven. Heel verkeerd leven. En de kilo's vlogen eraan. Ik ben nooit slank geweest, maar het werd toen alleen nog maar erger. En ik kwam op een punt dat ik... Je zakte door je knie. Je kon niet meer goed lopen. Je dacht, dit is zometeen mijn dood. Zometeen, hoe lang leef ik nog? Ja, dat klopt. Dat werd me ook verteld. Dat ik echt op een punt kwam. Dat mijn gezondheid zo'n gevaar liep. En zoals het is met keuzes maken in je leven, kwam ik ook echt op een punt dat ik moest kiezen. Van, ik wil anders leven. Ik ga anders leven. En God kwam erbij. God kwam erin. Het is een hele moeilijke weg geweest. Ik heb gekozen om een traject in te gaan. Ik ben geopereerd. En inmiddels ben ik 62 kilo lichter. Oh. En gezonder. Gezonder. En ik heb mijn leefstijl aangepast. En je wil niet weten, we gaan niet verklappen hoe oud je bent. Maar jij lijkt 20 jaar jonger. Jij lijkt, ja, is echt waar. Ik vind dat een wonder. Ik vind dat echt bijzonder. Maar je bent doorgegaan zonder te klagen, zonder dingen. En je kan gewoon weer goed lopen. En jij had een beeldje gekregen? Ja, dat kan je op de foto zien. In de kliniek waar ik geholpen ben en begeleid ben aan het einde van het traject. Omdat, ja, God was erbij. En het is gewoon zo mooi om dingen in je leven met God te doen. Je komt er zoveel sterker uit. En dat beeldje, dat is echt een wat steviger lichaam. Waar een slank lichaam uitkomt. Wat zo staat in aanbidding. Komen in de vrijheid. Komen in de vrijheid. God heeft me vernieuwd in mijn denken. Dat is een proces. Daar ben ik ook nog niet helemaal. Maar het gaat steeds. Nou, je bent toppie. Je bent een voorbeeld voor velen. Zij gaat veel mensen nu. Als jullie zometeen een vraag hebben, ga je naar haar toe. Ze is een doorzetter. Niet alleen met eten, maar ook met andere dingen. Zij helpt bij ons op kantoor. Ik vind dat ik heel trots op jou ben. En jij, dat net als die speer. Wat jouw probleem was, ga jij nu gebruiken om andere mensen te helpen om in een vrijheid te komen waar ze nog niet in zijn. En dat kan ook gewoon zijn qua karakter van doorzetten, goede keuzes maken, dingen op een rijtje. Ik vind haar toppie. Ja? Zij krijgt een cadeau. Jij krijgt een cadeau. Maatje M. Ah! Ja! Met een van onze mooie cadeautjes. Helemaal. Ja, de muziek pingelt. Ik moet zo stoppen. Maar lieve mensen, het is omgedraaid. Het is een getuigenis geworden. Dus, als laatste. Problemen. Trouble don't keep you from your destiny. Weet je wel, het brengt je niets van je bestemming. En weet je, God kan er toch nog iets goeds van maken. God kan er iets goeds van maken. En ik ga stoppen ermee.
Ja, niet, ik ga stoppen ermee. Ik ga naar huis. Nee, ja, ja, ja. Weet je, en dat wil ik eigenlijk al even zeggen. Jezus werd geboren in een tijd dat de jongetjes en de babytjes van 0 tot 2 jaar vermoord werden. Je had kunnen zeggen, Heer, uw probleem. Zorg dat er andere wetten komen. Maar God veranderde de wet niet. Jezus moest vluchten door zijn ouders. Weet je? Soms veranderen de dingen niet. Maar vlucht. Maar blijf bidden voor je bestemming. Geef niet op. Dat wil ik even zeggen. Problemen zijn wij vaak aan het wegbidden. Maar God zegt gewoon, met mij kom je er doorheen. Amen. Amen. Dat was hem.